Maar wat is het slowplan? Gewoon alles moet weg. Weet Milan hier vanaf? Nee. Top! Voor al uw feestjes en partijen. Wat is er? Wie is in de tuin gedaan? Knol Power! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik weet niet of jullie het kunnen herinneren en of jullie de vlog van gisteren helemaal hebben afgekeken. Maar als jullie dat hebben gedaan, dan weten jullie dat wij gisteren pas uiteindelijk om 6:15 richting bed zijn gegaan. Het is nu 12:15. Dus hey, we hebben wat slaap gepakt. Meer dan we hadden verwacht. Want Noël die moet met de trein. En er is precies vandaag, als Noël met de trein moet, een aanrijding gebeurd ergens bij Zwolle of zo. Hertogenbosch. Oh, Hertogenbosch. En daardoor kan hij nu niet de trein nemen. Maar over een klein uurtje kan ik hem wegbrengen. Dus we gaan eerst even lekker krekkertje eten. Krekkertje met kaas. Krekkertje met chocopasta. Zo lekker. Ik blijf chocopasta gewoon lekker vinden. Ik eet dat echt al sinds dat ik een klein kind ben. Oh shit, dat ben ik nog steeds. Pak je tas, wegwezen. Ik wil je nooit meer zien. Yo, love. Rennen. Oké, wij waren zo mooi op tijd. En in één keer gaf Noël zijn telefoon op internet aan. Alles rood, alles geannuleerd, gecanceld. Hij kan niet meer naar huis. En toen in één keer een minuut later, ja het kan weer. Dus ik... Oh, we hebben het echt nog maar net gered. Tenminste, ik hoop dat hij het redt. Want ik zag hem net rennen, maar ik heb geen idee. Ik weet niet of hij het gaat halen. Dus je blijft nog heel even wachten. Ga ik nog heel even checken. Nou, anders blijft hij gewoon een dagje lang chillen, ja. Oh my god, hij stuurt mij een filmpje. Bro, ik sprong door de deur toen die dicht ging. Wat? Door de deur? Noël kan door deuren springen? Gast, van al die tijd dat je bij mij bent geweest. Stuur je een filmpje, verticaal en dan ook nog... is 1 seconde. Wat is dit voor slechte vlog? Oh, hij stuurt ook nog een foto. Helemaal top dit. Hij heeft hem wel gehaald, dus daar ben ik blij mee. Maar ik ben benieuwd of hij nu, omdat ik dit heb gezegd, een klein stukje vlog gaat opnemen met zijn telefoon, zo horizontaal. Zal wel lachen zijn. Yes, ik heb het gehaald. De deur ging net dicht en ik sprong er doorheen. Maar ik heb het gehaald. Ik zit nu lekker in de trein, ik ga nu mijn plekje zoeken en 2,5 uur terug naar Noord-Brabant. Let's go. Oké, Noël, die gaan we de volgende keer weer zien. We gaan nu, tenminste ik zeg wel we, maar dat komt omdat ik gewoon zo gewend ben dat we het gewoon lekker met z'n allen doen. Hoppakee, zet hem hier zo neer. We gaan namelijk de boel kapot maken, maar gewoon echt helemaal kapot maken. En daar heb ik zoveel zin in, dat is echt niet normaal. Het mooie is, dames en heren, dat Milan niet thuis is. Dus hij heeft geen idee. Myron die is al eerder gekomen. En nu ben ik hier. En het logo hier op de zijkant, je ziet het bijna niet als ik op deze manier film. Het hangt er echt vanaf welke kant je er naar kijkt. Ik weet het niet. Ik vind het uiteindelijk niet een mooie plek. Omdat deze lijn, zeg maar, die je hebt, die zit midden in het logo. En dat, ja, mooi. Maar hey, elke keer als ik weer uitstap, dan kijk ik zo en dan denk je, jeetje Mina. Besef eventjes en zie dit als motivatie. Maar zonder grap, hè. 8 jaar geleden had ik gewoon schulden. Ik had gewoon dikke schulden. En hoeveel precies? Nou, dat ging wel richting de 10.000 euro. En kijk nu eens even. Boom! 2 dikke auto's. Hey, mooi. Hey, kijk eens wie hier buiten staat. Het is een schapie. Hey! Ik wist niet dat Milan die nog had, joh. Ik heb hem deze ooit gegeven en deze krengen zijn... Oh ja, zijn oor was eraf gevallen. Kijk, die is, ik wou zeggen gehecht, maar die is gelijmd. Dus staat er goed bij, Pik? Oké, laten we eens even naar de achtertuin gaan. Want in de achtertuin gaat het allemaal gebeuren vandaag. Ik ben heel erg benieuwd. Hey. Shaki. Je bent veel te laat, hè? Ik wist niet dat ik Shaki moest meenemen. Jij bent Shaki. Oh, ben ik Shaki? Ja, verdomme. Ik zit hier dat hele huisje al leeg te halen. Jij, wat ben jij gedaan nou dan? Ik sta hier alleen. Ik heb mijn sloophamer bij me. Ik heb die van jou bij me hier zo. En ik sta me te wachten op jou. Wat heb jij lopen te doen dan? Ik heb een maatje van mij naar het station gebracht. Had een maatje me even kunnen helpen? Nee, die moest naar huis. Nou, gaan we meteen even beginnen. Waar ga je mee beginnen dan? Oh, hé, hey, oh, wow. Kan je niet harder of zo? Ja, die deuren moeten er nog uit. Want we willen natuurlijk niet dat er overal gras ligt, hè. Dat snap ik. Maar ik begin wel bij het dak. Bij het dak? Hoezo begin je bij het dak? Hoe heet je eigenlijk? Als je het dak gedaan hebt, kun je naar beneden werken, hè. Als je beneden begint, dan stort het er allemaal onderweg. Oké. Dat is natuurlijk ook niet handig. Nee, dat is niet handig, nee. Maar dat is niet het dak, hè. Is die zo zwaar, dat ding? Ja, is heel zwaar.
Oh my god. Ik kan je wel even het huisje laten zien hoor. Ja, graag. Want dit is dus het nieuwe huisje van Milan, hè? Ja, wat is het bouwplan, mevrouw? Bouwplan? Nou, die hebben we nog niet. Laat ik het anders stellen. Wat is het sloopplan? Oh, wat is er? Hangt hier gewoon een kandelaar in? Een kandelaar? Hoe heet dit? Een kroonluchter. Ja. Dat is het. Een kroonluchter. Maar wat is het sloopplan? Gewoon alles moet weg. Alles moet weg? Het hele huisje? Alles moet weg. Oké, okay, en dan even eerlijk antwoord op een vraag. Weet Milan hier vanaf? Nee. Top! Milan, geniet van dit sloopfilmpje. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? De gast! Hij wil zo graag aandacht. Het is echt gewoon heel schattig, maar ik wil ook... Ja! Oh, zat hier het hele bord te likken? Ja, oh, dat is niet chill. Dat laat is niet hem chill. Even weggaan. Als je dit ja. toelaat, dan Malino, ga je het altijd doen. Dit mag niet. Ik ben heel streng nu. Malino, dit mag niet wat je nu doet. Ja. Hij wil gewoon op mij zitten. Ja, kom hier. Malino, ga maar weg. Oh, oké. Okay. Malino, zit. Nee, zit. Af. Ga maar af. Niet de camera likken, want dan moet ik de lens weer schoonmaken. Ga zit en blijf. Dat is moeilijk, hè? Ik weet het, maar blijf. Dan gaan wij even eten. Oh, wat lekker blootje. Dus pindakaas. Ja, letterlijk. Pindakaas. Hoppa. Ik wou hem dichtslaan, kijk zo. Oh, lekker. Ja! Nee, wacht! Oh, ik kijk uit. Je moet wel een beetje oppassen. Ja, eerst moeten die deuren er nog uit. Oh, mijn schouder. Oh, ik zit compleet mis. Oh, dat is echt gevaarlijk, want als die hamer terugklapt, je krijgt hem tegen jezelf aan. Blessure, Milan, we kappen ermee. Abort mission. Ja, moet eerst deze even. Ja, die kun je gewoon optillen en uithalen. Oh, zo makkelijk? Ja, zo makkelijk. Is het echt zo? Nee, kan niet. Echt wel. En nee. Zo, niet Marvin, ik heb een ander idee. Ik heb hem er net Dit al uit. Dit is een sloopvideo. Ik heb hem er net al uitgehaald. Nee, Marvin, ik ben het er niet mee eens. En de kijkers ook niet, ze willen dingen zien kapot gaan. Mag niet op het gras komen. Nee, maar het glas komt niet op het gras. Nee, let maar op, want ik doe zachte, subtiele tikjes. Nee hoor. En jij denkt, hoe kan dat met zo'n dikke hamer? Dat kan. Nee, dat gaat mis. Hé, hey, dat heb je echt lekker gedaan zeg. Geen glas op het gras. Helemaal super. Ja, verdomme. Het ging goed totdat die deur viel. Nee, maar jij had hem op moeten vangen. Ja, dat is zo. Hou je bek. Nee. Hoezo? Ik ben toch aan het filmen? Het ging toch goed? Je had hem gewoon moeten... Jij had hier moeten staan zo. Ja, je bent toch mijn assistent? Je had gewoon die deur eruit moeten tillen. Hij zoals ging je het er normaal. Omdat hij viel. Niet omdat ik sloeg. Til hem even op en zet hem daar even neer. En kijk uit voor de hondenpoep. Waar? Daar. Kijk, nu moet je het even in dit doosje doen. Ja, maar hier, dat valt mee, hè? Huts? Nou, nu deze. Ook tillen. Wow! Ja, maar die andere kon dat niet, toch? Echt wel. Echt niet? Echt wel, ik had die er al uitgehaald, sukkel. Nee, dat kon niet. Die blokkeerde. Je hoofd. Wow! Nu kan je losgaan. Wow! Sorry, joh. Echt pas, hè? Ja. Veiligheid, deel. Wow, dit gaat echt hard. Veiligheid, deel. Veiligheid boven alles! Niet normaal, hè, dit. Niet normaal. Dan ga ik dit plankje eruit doen, ja? Doe maar, ja. Doe maar. Ik ga zo precies te werk. Dat ik precies het pleintje zo van dakje eraf. Zo! Oh, zo precies ga ik altijd te werk. Daarom ook zo'n randje. En gaat een randje precies eraf slaan. Nou, dat was niet hard genoeg. Ah! Mooi, yo. Oh, fiets. Ik doe eerst alleen de latjes. Zie je dat? Ja, dat zie ik, ja. Zie je dit latje daar boven? Als het niet met de hamer hoeft, dan hoef je niet met de hamer, hè? Ik kan ook gewoon met de hand. Oeh, ik zie het al. Wat zie je al? Ja, deze moet van binnen geslagen worden. Oh, meen je niet? Dat zei ik toch? Ja, maar dat zie ik wel. Ik zie precies hoe dat moet, ja. Ik sla die hele schuur dan gewoon. Nu heb je zo'n bestelraam. Leo, klaar mee. Wow! Op wie zijn feestje moet ik komen? Ja, maar dit heb ik geleerd van Bruce Lee. Ah! Oh my god. Hij vecht terug. Wat denk jij? Denk jij dat je mee kan vechten dan mee? Denk jij dat je mee kan vechten dan mee? En dat is niet hoor. Ah! Ah! Ah!
Kom op, Sjaki! Pak hem! Sjaki! Sjaki! Waar is dit nou? Maar goed dat ik geen helm op aan, want ik stoot mijn hoofd na. Hé, hey, zakt het hele huisje niet in elkaar als die eruit is? Nee. Zit je straks in één keer onder dat dak? Dat is niet de bedoeling, hè? Maar ik zie hier nog stukjes hout. Waar is dit ding van gemaakt, joh? Dat is niet normaal! Gewoon sterk hout. Ik denk inderdaad dat ik even het dak op moet. Ik kan hem ook gewoon aan je aangeven, hè? Hij gaat sowieso weer vallen nu. Kijk nou uit. Dit is niet normaal! Dat is hoog, hoor. En zo, als dat nu instort... Dat is toch de bedoeling? En dan? Dan lig jij er bovenop. Voor al uw feestjes en partijen. Nee, even serieus, wat moet ik doen op dak? Ja, niks. Dit gaat niet werken, zo. Nee. Ik heb wel een gat. Ja, dan kun je daar weer vanuit onder weer mee werken. We moeten natuurlijk wel even een serieus plan hebben voor de dak, hè? Dat gaan we doen met het dak. Ja, die kun je ook gewoon laten instorten op zich. Laten instorten? Ja, en dan kun je gewoon stampen. Stampen? Ik denk eerst dat we die houtjes nog eruit moeten mappen. Ja. En de planken vliegen om zo op de orde. Dat is een goeie map, hè? Hé? Let maar wat, met één klap wat ik daarmee kan bereiken. Niet normaal, hè? Echt niet normaal. Ik schat dat gewoon in. En ik denk dat als je nu deze eraf eruit haalt, dat hij dan wel redelijk op instorten staat. Deze? Ja. Die zitten allemaal goed vast. Zie hoe wankel. Het is allemaal gebouwd op deze paal. Zie je dat? Nou, trap die paal eruit, vanaf deze kant. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Doe maar. Ja, het dak, kijk uit hoor. Kijk uit. Kom op, Enzo! Jackie! Ik wil je vertellen dat ik van de fysio rustig aan moest doen. Ik denk niet dat het helemaal is gelukt. Ik kan je ook vertellen dat de fysio zei tegen mij: Enzo, je moet om de dag moet je rugoefeningen doen. Nou, daar ben ik mee bezig. Gaat hartstikke goed, Visio. Mooi zo. En nu hebben we andere hamer nodig. Waarom? Deze is namelijk veel zwaarder. Ja. Soms moet je eens een keer weer de andere kant opslaan, hè. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Oké, dan nu weer de andere kant. Soms moet je het werk zelf laten doen, hè. Ja hoor, ik zie het al. Nog één klappie. Eén meppie. Moet je kijken wat dat doet met dit huisje. Eén hard meppie. Eén hard meppie die ook raak gaat op doelwit. Let op wat dat doet met het huisje. Zo. Dat dacht ik. Of niet dan? Nu weer één klap daar richting dat gat. Ik vind hem zo wel mooi eigenlijk. Ja. Mooie overkapping. Ja, maar hij wilde toch verkoeling? Ja, schaduw. Nou, gewoon open schuur. Ja, geen open huis, maar een open schuur. Kom dat zien, jongens. Kom dat zien. Nee, joh. Dan breek ik de hele schuur af. Geef mijn hamer terug! Geef mijn hamer terug! Verdomme! Ja, nu komt een beginnetje hoor. Nu moet je even een stuk naar achter. Want wat ik nu ga doen, is een special act. Nee, maar dit moet je echt niet nadoen, hè. Neem me echt niet. Pas op, naar achter. En die plank wilde ik precies weg hebben. Maar dat moet je niet nadoen. Dat is mijn techniek. Pak die hamer eerst even. Ik heb hier het raam. Gebeurt niks. Ik raakte de chandelier. Ik heb deze hamer geërfd van Thor. Ik ben erfgenaam van familie Thor. Als je dat maar weet. Waar heb je hem uitgehaald dan? Uit een grote steen. Was vastgesmolten al vanuit de middeleeuwen. Al 3000 jaar geleden. Dacht ik al. Maar met deze handschoentjes kon ik hem eruit trekken. Komt ie op? Ik weet niet of
weet gewoon precies wanneer alles valt, mensen. Krijg je, hè, met ervaring. Ja. Ik heb veel tutorials gekeken. Ik heb nog nooit iemand zo tekeer zien gaan dan ikzelf. Heb je ook wel eens een tutorial gekeken over hoe je broek dicht moet doen? Ik heb dat overgeslagen. Geslagen? Ben je nu ineens Duits? Nee, gewijs thuis niet. Ik moest eigenlijk met de hammer dan, hè. Gewijs thuis niet. Dag niet. Ik gewijs thuis niet. Wat is nou los, hè? Wat is nou los met dat buur? Ik gewijs thuis niet. Is toen krank in de kap, hè? Hé, hey, zit een roodbosje daar op de muur. Zie hem. Oh, die is je weg. Ik hou niet van pottenkijkers. Maar ik krijg ze niet moe, hè? Let maar op. Die achterkant even eruit mappen. Doe maar. Oh! Oh my god! Oh my god! Holy shit! Hij staat echt op instorten. Yup. Wow, niet normaal, hè? Ik weet die G-spot. Ik weet gewoon de plek te vinden. Waar ik moet slaan. En zie je wat er gebeurt, hè? Valt als domino's, valt dat in elkaar. Let op. Dit is de spot. Ja? Ja? Let op wat dat doet. Oh my god. Nou, klaar. Holy shit. Niet normaal, hè? Perfect. Dit is perfect. Ja. Oh my god. Dat was de plek. Ja. Ik top. Ken die plekjes. Ik heb ze wel eens gesproken. Oh, dat viel echt mooi in elkaar, hè? Ja, super. Precies zoals ik wilde. Daarom rende ik ook gewoon weg. Omdat ik het verwachtte. Ja. Laatste stukje, mensen. En daarna is alles wegslepen. Hij viel de andere kant op. Yep. Gaan we weer precies zoals het gaat, hè? Nou, ik ga naar huis. Ja, tijd voor pauze. Tijd voor pauze. Koffie, kom maar. Een gewasse koek. Marietje, koffie alsjeblieft. Oké, okay, dames en heren. Even kijken. Alles ligt er mooi bij zo. Hoppakee. En nu maar gewoon afwachten totdat Milan thuis is. Kijken wat hij ervan vindt. Ja, vandaag en morgen zijn de velstorten dicht. Dus we moeten even wachten met het wegbrengen. Maar dat gaat over een paar dagen gaat dat wel gebeuren. En dan moet je kijken wat voor ruimte die dan heeft in één keer in de tuin. Niet normaal. Dat is echt een grote tuin, hoor. Ik denk dat hij heel blij mee is. Maar ik denk dat hij wel even gaat schrikken. Omdat hij gewoon echt serieus van niks weet. Terwijl ik gewoon hier binnen aan het chillen ben. Milan is er nog steeds niet. Maar ik zit gewoon in zijn studio te chillen daar zo een beetje op de computer. Is Myron, in tegenstelling tot dat ik gewoon niks doe. Eigenlijk, daar komt het op neer. Tenminste, die was gewoon een beetje verdwaald op YouTube. Is Myron gewoon lekker aan het sporten. En ik mag binnenkort als het goed is weer sporten. Ik ga over een paar dagen weer naar de fysio. Dan gaat ze even alles nog een keertje losmaken, masseren en checken of alles dan oké is. Dan ga ik het sport weer oppakken. Daar heb ik super veel zin in. Maar Myron in de tussentijd, die is dat alweer een tijdje aan het doen. En ik zal even laten zien hoe ze erbij staat. Kijk eens even. Echt vechtersbaasje. Ja, ik ben klaar. Ja? Ja. Lekker getraind? Ja. Nice. Oh, mijn handen. Wow, zie je dat? Helemaal aan het trillen. Ja, dat zie je wel, ja. En ik heb het nu zo warm dat het zwembad me heel erg aantrekt. Hoe zeg je dat? Aanspreekt. Aanspreekt, ja. Dus ik denk dat ik gewoon even lekker in het zwembad spring. Ik heb het nog niet gevoeld, maar jij hebt net je handen erin gewassen. Je bent gek. Nadat we dat hadden gesloopt, heb ik mijn handen hier even in afgespoeld. Nou, ik had gewoon pijn aan mijn handen. Zo ontzettend koud is het. Dus als jij hier nu ingaat, dan ben je helemaal gek. Het is wel echt goed voor je bloedsomloop, hè, als je in koud water gaat. Ja, daar zijn een mening over verdeeld, denk ik. Alleen je moet die ademhaling goed houden als je in koud water gaat. Oké, nou, zorg dat je het goed houdt. Je bent helemaal gek. Zelfs ik zou dit niet doen. Jij ook niet, hè, Malino? Nee, jij zou het ook niet doen, hè? Helemaal gek geworden. Ja, nu vind je het toch wel een beetje spannend, hè? Nou, ga je gang. Zo, ik krijg het gewoon koud van je als ik dit zie, hè. Even wennen. En dan gaan we in 3, 2, 1. Wat doet ze, Malino? Poeh, maar ik moet eigenlijk gewoon nog even een kopje onder, hè? Ik ga even plassen, dan maak ik mezelf warm. Nee! Oh, het is echt koud, hè? Ja. 3, 2, 1. Waar is Malino? Hey. Oh my god, ik vind het knap, hoor. Het is helemaal nat, het is helemaal nat. Malino vindt dat zo leuk als je achter hem aan gaat rennen. Kijk hoe snel die is. Jong. Nou, ik vind het knap, Myron. Dankjewel. Respect. Moet je mijn haar voelen, hoe koud het is. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Zo ongelooflijk koud. Brrr. Koud, hè? Wat een gekkie. Ik ga snel naar binnen.
Ik heb het gewoon echt zo koud om dat te zien. Ja, ik heb ook weinig geslapen. Ik heb altijd het idee dat als je weinig slaapt, dat je het dan sowieso veel sneller kouder hebt. Ik heb echt maar 4 uurtjes slaap gehad afgelopen dag. Nou, kom naar binnen. Ja, hallo, ik ben toch nat? Ik wacht even tot ik een handdoek heb. Dan pak ik een handdoek voor je. Hallo, Milan. Hallo, Ens. Kom eens even kijken. Eigenlijk even via hier lopen. Daar kom er gewoon even gezellig mee. Wat is er? Heb je ze in de tuin gedaan? Ik vond een bom. De deur maar open. Ik moest deze niet op slot. Zo! Jezus, gozer. Oh my god. Nou, er is niks meer van overgebleven. Nee, dat kun je wel dat zeggen. Dat is echt zonde, want dat hout was nog goed. Wil je dat bewaren? Ja, tuurlijk. Gast. Dat hout aan de binnenkant is super goed, man. Oh, nou, nu niet meer. Nee, nu niet meer. Nee, top, maar ik stuur de factuur wel. Ja, dit is het hele tuinhuisje. Oh, je hebt zo'n mooi ding meegemaakt met dit huisje. Dat is niet normaal, hè? Vroeger had ik hier een sauna. Toen kwamen de klanten nog, toen kwam corona, de hele zaak naar de... Ja. Filistijn. Maar goed, ja, dit is over van het tuinhuisje en ja, gewoon een beetje troepplanken en... Heb je die moker gebruikt? Ja. Ja, dat dacht ik al. En dat ging moker hard. Ja, dat was voor mijn videoclip, die moker. Dat was niet voor dit. Ja. Oh ja, nou, sorry, ik heb hem hiervoor gebruikt. Nou, was leuk om te doen. Ik kon even mijn agressie goed kwijt. Heerlijk. Ja, dat begrijp ik. Ja, nu moet alleen nog even opgehaald worden. Ja, maar gozer, echt. Serieus, sommige houten dingen kon je echt nog wel gewoon iets van bouwen. Ja, sorry. Ja. Nou, ik ben blij dat het dit huisje is en niet dat huisje. Ja, toch? Nou, top. In ieder geval, bijna opgeruimd, staat netjes. Het begin is in ieder geval gedaan. Jezus, groot. En wat een grote tuin nu in één keer weer, hè? Was het al? Ja, maar nu nog groter. Maar met wie heb je dit overlegd? Ja. Marvin is ook schuldig. Ik kom net even van mijn studio, ik heb even wat werk gedaan. En Marvin die is hier Billie Eilish aan het kijken. Nou, mooi groen haar. Ik vind dat ze echt een hele vette stijl heeft. Gruwelijke swag altijd. Sowieso Billie Eilish vind ik echt een hele toffe chick. Marvin is er helemaal fan van. En dit is de achtergrond van Marvin. Kijk, hoppakee. Oh. Nou, dat is in ieder geval Billie Eilish. Dus Marvin die is helemaal gek van haar. Dus Marvin zegt van, zal ik die film van je opzetten die je aan het kijken was? Dus ik zeg, nee, je mag ook gewoon dit opzetten. Dat is geen probleem. Nou, ik heb dit al 2 keer gezien. Wat? Sommige mensen kunnen dat. Ik snap dat niet. Ik kan nooit dingen 2 keer kijken. Ja, maar je hoort, als je 2 keer kijkt, hoor je altijd weer andere dingen waar je dan over weer verbaast. Of dan... Nou, dat is wel vaak zo. En dan zie je soms ook meer dingen, zeg maar. Ja, en dan ga je er misschien anders over nadenken. En het is best wel een tijdje geleden dat ik dit gezien heb. Het is echt leuk. Ik had net opgezocht dat als je merchandise van Billie Eilish bestelt, dat kan. Maar... Dat kan je beter doen op knophouw.nl. Maar dan moet je toch invoersrechten betalen als je dat gaat bestellen. Ja, dat is echt heel duur. Ik heb ook wel eens merchandise gekocht van Lil Peep of van XXX. En die shit is fucking duur, want dan moet je invoerrechten betalen. Dus dan heb je al iets gekocht bij elkaar $120 en dan moet je in één keer nog €60 invoerrechten. En ik denk, wow, yo, dat is wel echt heel veel. Ik heb ook nog verzending erbij. Maar goed, ik weet niet of er nog meer fans zijn van Billie Eilish. Laat het even weten in de reacties. Maar dit is echt mijn guilty pleasure. Gewoon even lekker bank hangen, even chillen. En dan saté saus met kroepoek. Mm-hmm. En dan gewoon even zo lekker scheppen. Als een bulldozer zo. Oh. Dat is een goeie. Meer saté dan kroepoek. Zo, dames en heren. Dat was het voor vandaag. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.